oplopende temperaturen en wat dat doet en het weer en het klimaat en is dat wel goed en... Nou, daar hebben we het natuurlijk ook regelmatig over. Maar laten we er gewoon vandaag maar eens even van genieten. Kars Veling, goedemorgen. Goedemorgen. Goed te zien van de Vlinder Stichting. We gaan gewoon eens even genieten van die natuur. En van die oplopende temperaturen. En dat het, ja, je hoort het ook op tv. Mensen zeggen, het is absurd. Absurd vroeg en absurd warm. Er is heel veel te zien. Ja, ja. En daarom dachten we moeten jou maar eens even uitnodigen. Want ook opvallend veel meldingen op de fenolijn van vlinders. Afgelopen week citroenvlinders, atalantas, dagpauwogen, kleine vos. Allemaal in de tweede helft van februari tevoorschijn gekomen. Kars, ja, die vlinders, oh, ja, ook. Extreem vroeg, noem je dat extreem vroeg? Op zich is het extreem vroeg, omdat het nu extreem vroeg al heel lang warm is. Op zich, normaal gaan ze altijd al, zodra de eerste lekkere zonnige dagen en het is een graad of 10, 12, dan komen ze tevoorschijn, want ze zitten klaar, hè, als vlinder. Degene die je nu noemde, die citroenvlinder, ja. Dagpauwoog, dat zijn beestjes, die zitten gewoon als vlinder ergens verstopt. Citroenvlinder zit ergens in een struik, in een klimop of in een conifeer. Dus zodra daar lekker een zonnetje op staat en het is een graad of 12, 13, ja, dan komt hij tevoorschijn. En die citroenvlinder, hoe overleeft hij dan in de winter? Die gaat gewoon in rust, in winterslaap. Die haalt vocht uit zijn lijf, die maakt een soort antivries aan. Hetzelfde, ja, wat wij in onze auto gebruiken. En die kan gewoon ook prima tegen de vorst. Maar ja, als het echt lekker warm wordt, ja, dan krijgt hij ook echt lekker het voorjaar in de bol. En dan gaat hij rondvliegen. En dat is wel de makkelijkste. Want de dagpauwoog is ook al wel gemeld. Er zijn best al dagpauwoogen gezien, maar nog veel minder. Want die zitten vaak ook binnen in schuurtjes, ja, of in bunkers. Nou, daar is het donker en daar, ja, komt de zon niet zo snel binnen. Dus daar heeft hij dat warme weer ook minder directe invloed. We hebben toevallig een student lopen nu bij de Vlinderstichting. Die is allerlei bunkers aan het afgaan. En die heeft van de winter daar beestjes in gezien. En die heeft nu gezien deze afgelopen week dat die nog gewoon stil zitten. Net zoals ze, ja, zeg maar 3 weken geleden zaten. Dus, ja, die bunkerbeesten blijven, ja, nog wel zitten. Maar alles wat een beetje... En ook in onze eigen schuren zitten de dagpauwogen. Nou, als daar een raampje in is waar de zon doorheen komt. Ja, die komen, ja, ook echt tevoorschijn. Ja, ja, als je nu natuurlijk een dagpauwoog ziet. Is het natuurlijk fantastisch mooi. Ja, dan, zeker. Ja. Ja, dan krijg je vanzelf de lente in de bol. Veel meldingen bij jullie ook, bij de Vlinderstichting? Ja, heel erg veel. En vooral dus die citroenvlinder. Maar ook, je noemde ook al de atalanta. Dat is weer een ander verhaal. Want dat is in feite een trekvlinder. Die, ja, eigenlijk hier niet hoort te zijn in de winter. Normaal gesproken wegvliegt naar het zuiden. De meesten doen dat ook. Alleen, en dat is ook weer te maken met die vele zachte winters die we gehad hebben. Steeds vaker proberen ze hier te overwinteren. En het blijkt dat het lukt, want... Ja, dan, ja, worden er nu regelmatig gemeld. En in wat voor vorm overwintert die atalanta hier? Ja, eigenlijk overwintert hij niet. Hij plant zich gewoon, hij zit in het zuiden waar het min of meer warm is. En dan plant hij zich continu voort. Ja. Alleen dat kan hij hier natuurlijk niet. Dus ze zitten nu stil. Maar die gaan niet in winterslaap. Dus als het dan inderdaad een keer 10, 12 graden vriest, ja, dan leggen ze het loodje. Alleen ja, ook deze winter weer. Het heeft wel een beetje gevroren, maar volgens mij nauwelijks 10 graden. Nee. En zeker niet op plekken waar dan die atalanta een beetje verstopt zit. Dus die hebben het gewoon gered. Maar die atalanta, mocht je hem nu zien vliegen hier, is dat dan de atalanta, en hij is hier gebleven de winter, is dat dan de atalanta die in oktober, november, december een rustig plekje heeft gezocht? Of is dat weer een andere generatie? Nee, dat is dezelfde beest dat in het najaar is uit de pop gekomen. Hè, dus augustus of zo, september. Heeft toen flink, die zat flink op de vlinderstruik te drinken in het najaar. En op de klimop toen die nog bloeide. En die is, zodra het koud wordt, in rust gegaan. Niet in winterslaap, maar in rust. En zodra er ook een warme dag is, ja, dan wordt hij ook direct weer wakker. En begint hij te vliegen. Ja. En hetzelfde verhaal, en dat was leuk. We hoorden hem net ook op de fenolijn langskomen. De kolibrievlinder. Ja. Vorig jaar heel erg veel aanwezig geweest. Ook heel veel gemeld op de fenolijn. En het is een heel bijzonder beestje. Een nachtvlindertje wat echt een beetje als een kolibrie voor een bloem stilstaat. Die was eigenlijk nooit hier in de winter. Maar we hebben nu al iets van 20 meldingen van die kolibrievlinders. Ook die heeft het, net als die atalanta, geprobeerd om hier te gaan overwinteren. Ook die heeft geen winterslaap. Hè, want die hoort in het zuiden, waar die eigenlijk continu doorgaat. Maar doordat hij inderdaad niet echt de vorst gehad heeft, geen strenge vorst gehad heeft, hebben ook die het overleefd. Maar dat is best bijzonder, hè? Want ook in de zomer is hij sowieso de laatste jaren erg opgekomen. Ja. 10 jaar geleden, ik hoorde nooit iemand over de kolibrie. Ja, jou wel, maar gewone Nederlanders. En de afgelopen jaren werd ik vaak aangesproken door mensen die zeiden, wat heb ik nou? Ik heb een klein vogel, een vlindertje, wat is dit? Ja. Hij lijkt ook echt op een kolibrie. Ja.
Nee, absoluut. Maar dat hij dan nu dan ook al in de winter ja, dat heeft toch allemaal blijft. Te maken met die klimaatverandering. Ja. Hè? Want zo langzamerhand krijgen we hier het klimaat wat er halverwege Frankrijk was 30, 40 jaar geleden. En daar was hij toen inderdaad ook al aan het overwinteren. En daar was hij toen ook in de zomer heel algemeen. En dat zie je nu hier toch ook gebeuren. Dat die, hè, want we hadden natuurlijk de afgelopen zomer was extreem warm. Nou, fantastisch voor die beesten uit Zuid-Europa. Want ja, dat zijn ze helemaal gewend. Ja. Dus ja, je merkt dat echt dat er verandering optreedt. Ja. Betekent dat feest bij de Vlinderstichting? Oplopende temperaturen? Ja, het is voor onze vlinderaars, voor onze vrijwilligers, voor mezelf ook, is het hartstikke leuk natuurlijk. Hè. Ik wil graag vlinders zien. Ik hoop vandaag, het is weer prachtig zonnig weer. Gisteren was het wat koud, maar ik geloof dat het nu wat warmer wordt. Nou, dan gaan ook vandaag weer heel veel vlinders gezien worden. En dat is heel leuk. Ja. Maar ja, het feit dat allemaal komt door die klimaatverandering, dat maakt ons niet echt heel blij. Ja. Misschien voor echt, als je puur naar Nederland kijkt, wel hoor. Want ik denk dat wij over 20, 30 jaar, dat we zo 5 tot 10 nieuwe soorten in ons land zullen krijgen, die we nu nog niet hebben. Nee. En er zullen er een paar verdwijnen, maar ik denk dat er minder verdwijnen dan er komen. Dus eigenlijk zeg je dan van nou, we krijgen meer vlinders, dus dat is goed. Alleen ja, waar ze vandaan komen in Zuid-Europa, daar vindt een slachting plaats. Hè, waar het nu veel te heet en veel te droog wordt. En daar zie je dat er heel veel soorten, en met name Zuidoost-Europa, Hongarije, Servië, daar gaan echt hele harde klappen vallen. Ja, dus, en dat zie je daar nu al? Dat zie je daar nu al. Dus met de Spaanse karsveling op de Spaanse vroege vogels, dat is een veel minder vrolijk verhaal. Ja, absoluut. Ja. Dus dat is een beetje een dubbel iets. Want op zich vind je het heel leuk om veel vlinders te zien. Maar, nou, laten we dan toch nog even kijken. Naar, laten we blij blijven. Zo had ik het aangekondigd. Hè? Naar dit land, naar ons land. De gehakkelde Aurelia, hadden we die al besproken? Nee, maar ook dat is zo'n overwinteraar. Die blijft wat langer zitten. Die wordt nu ook wel gezien. Maar die komt over een week of 2, 3, begin maart. Als het dan weer zo'n lekkere warme periode is, dan komt die massaal tevoorschijn. Die is wat minder snel dan die citroenvlinder. Maar dat is ook een beestje die nu als vlinder weggekropen zit. Ja. Dus daar moet je wel weer net iets meer van vlinders voor weten. Hè? Om die eruit te halen, die gehakkelde. Veel mensen zullen een citroen, een koolwitje en dagpauwoog. Nou ja, oké. Okay. Koninginnenpaasje natuurlijk. Ja. Maar die gehakkelde Aurelia, die ik zelf ook hoor. Dan denk ik, is het nou een vos? Is het als je ziet zitten, dan is die wel goed te herkennen. Want hij heeft echt hele happen uit zijn vleugels. Hè? Hakkels, gehakkelde vleugels. En hij is oranje. Maar als je hem ziet fladderen, dan kan het net zo goed een kleine vos zijn. Dat is ook een oranje vlindertje. Dus daar moet je een beetje. Maar meestal gaan ze natuurlijk ook wel zitten. Zeker als je bloeiende planten in je tuin hebt. Want dat is nu natuurlijk, hè, als die vlinders actief worden, betekent het dat ze gaan vliegen en dat ze dus energie verbruiken. Ja. En die willen dus dolgraag ook weer bijtanken. En waar halen ze het nu vandaan? Ja, er zijn een paar planten die nu bloeien. Die heide, die winterheide, die staat nu op allerlei plekken in tuinen te bloeien. En daar gaan ze dan op zitten. De viburnum, de sneeuwbal, dat is zo'n mooie struik met van die witte bloemtrossen. Ook daar zit nectar in. Krokussen, die bloeien massaal. Hebben niet veel nectar, maar je ziet soms wel vlinders die daar inderdaad dat beetje nectar vandaan halen. Ja. Dus ja, bloeiende planten, dat is voor die vlinders hartstikke mooi. En dat is ook een hele mooie manier om te gaan zoeken naar vlinders. Ja. En wat voor afstanden leggen die vlinders dan af? Want kijk, als je nu door de natuur loopt, dan denk je, nou wat bloeit er nou helemaal? Maar goed, kennelijk weten die vlinders het te vliegen, te vinden. Ja, en bovendien, je ziet de meeste vlinders worden nu in stedelijk gebied gezien, waar inderdaad bloeiende planten zijn. En in de natuur, zeg maar, in het buitengebied zie je nu al wel, dat werd ook op de Venolijn genoemd net, een klein hoefblad begint te bloeien. Zo'n mooie gele paardenbloemachtige bloem. Nou, daar zit veel nectar in. En dat zijn ook de planten waar ze in het buitengebied, zeg maar, dan hun voedsel vandaan halen. Ja, ja. Welke verwacht je voor de komende periode? Nou, ik verwacht zeker vandaag, want het wordt echt heel warm weer, dat er veel vlinders gezien zullen worden. Ja. En naast die genoemde al, dat is wel heel grappig, er zijn ook een paar echt hele super zeldzame vlinders die al een aantal malen gemeld zijn dit jaar. Ook al op de Venolijn hoorden we in het Kuinderbos was een grote vos gezien. En die is op, denk ik, iets van 10, 12 plekken gezien. Een soort die officieel eigenlijk is uitgestorven in Nederland, maar de laatste jaren flink in opmars is. En die is nu dus ook al 10 keer gezien en helemaal opmerkelijk. De oostelijke vos, een soort die in 2014 voor het eerst in Nederland kwam in een invasie. Ja. Toen heeft overwinterd, maar na 2015 nooit meer is gezien tot vorig jaar juni. Het waren er 2 meldingen en nu dit jaar zijn er al 3 of 4 gezien. Dus dat is ook weer een, over positief nieuws. Ja, maar dat zeker, is wel een soort die hier aan het komen en is. En heb jij hem al op je lijstje, de oostelijke vos, of niet? Ja, ik heb hem direct in 2014 heb ik hem gelukkig gezien. Nou, ik wens je een hele mooie dag, Kars. En iedereen die van vlinders houdt, ga lekker naar buiten en ga ze kijken. Want dit is het moment om er nu alweer van te gaan genieten. Kars Velen van de Vlinderstichting, dankjewel.
Mocht u iets terug willen luisteren of heeft u iets gemist, kan